Vandaag in de vlog van Afzakking Tos leren we elkaar wel heel goed kennen. Ah, ik zag alles. Zag je op een gegeven moment zo... Nou... Oh. Even bijkomen van deze stranddag. Hakt er recht in. Ja. Lekker gereden, moppie. Kijk, wat een klein zwembroekje is dat ook weer. Het is weer zover. Het is 17:15 dit keer. Ik was ineens wakker. Moest naar de wc. Toen zag ik al een beetje licht door de ramen. En toen dacht ik even buiten kijken. En toen was het zo mooi. Ja, dit gebeurt me in Hilversum nou nooit. Tenminste, wel dat ik ineens wakker ben midden in de nacht. Maar niet dat ik dan naar buiten ga om te kijken. Misschien zou ik dat eens moeten doen. De berg ligt er ook prachtig bij. En overal zijn weer hanen aan het huilen en honden aan het kraaien. Goedemorgen. Een beetje vroeg, hè? Ja, het is nog wel vroeg. Zo, ik heb nog even doorgeslapen. Bonnie heeft alweer koffie gezet. Nou, ik heb wel net een vreselijke springhaan ervan afgejaagd voor haar. Ik denk dat ik deze koffie nog even lekker in de tuin ga opdrinken. Nu het nog niet al te heet is, want volgens mij wordt het een super hete dag. Ik ga eens even proberen om Bonnie te begroeten met een paar koosnaampjes. Zij vindt het namelijk jammer. Zij noemt mij, zoals jullie weten, Poes. Niet iedereen is daar even enthousiast over. Ik vind het echt een prima koosnaam. Ik geloof niet in reïncarnatie, maar als ik mocht kiezen wat voor dier ik zou terugkomen in een ander leven, dan is het zeker een poes. Maar het lukt mij dus niet om haar poes, bom, schat, mop, babe. Ik krijg het gewoon niet over mijn lippen. Maar zij heeft wel duidelijk aangegeven dat ze het heel gezellig zou vinden als ik haar iets anders dan Bonnie zou noemen, want dat vindt ze te formeel. Ik denk, dat is je naam, maar Bonnie is te formeel. Engeltje, lieverd, poppetje, hartje, snoes, zonnetje. Goedemorgen, zonnetje. Die is wel cute. Alleen, het is wel handig als het ook iets is wat je kan gebruiken als je iemand wil roepen. Als Bonnie mij nodig heeft, roept ze gewoon poes. En dan vraag ik deze poes. En dan kom ik. Poppetje, poppetje, zonnetje, zonnetje. Goedemorgen, schoonheid. Goedemorgen, schat. Nee? Dat past niet echt bij je. Nee, het is hem niet. Oep, daar heb je hem weer. Brainstormen nog even verder. Ga je de hele dag experimenteren? Ja. Leuk, ben benieuwd. Kom, wilde kei. Zo, goed al.
Het is vandaag zaterdag, weekend. Desondanks heb ik vanmorgen eventjes zitten werken, want ik had die vlog gisteren bijna afgekregen. Ik dacht, dat is lekker om dat even af te hebben, dan is het echt weekend. En dat is nu gelukt. Even kijken hoe laat het is. Ik denk 1:30. Oh, 12:30. Ja. Het duurt altijd toch net iets langer dan ik denk. Het is zaterdag, het is 1 juni vandaag. Op een of andere manier is het extra bizar dat we nu zo van mei ineens in juni zijn. Het voelt op een of andere manier daardoor alsof we nog langer hier zijn. Maar goed, 1 juni ook de dag van de Utrecht Pride. Beetje FOMO. Mijn vrienden staan op een boot. Ik had er heel graag bij willen zijn. Ik hoop dat het heel leuk was. Maar ja, bij de Amsterdam Pride ben ik er gewoon weer bij. Natuurlijk. De Amersfoort Pride sla ik denk ik even over. Maar de Rainbow Week van Hilversum heeft sinds gisteren volgens mij een nieuwe naam. Een nieuw logo. En die heet nu Gooise Pride. En dat is niet zoals Gooise Vrouwen met SCH. Maar gewoon Gooise met een S. Ik zit hier hoor. Ja. Oh, we kunnen wel zo gaan. Ik ben klaar. Ja, nou, toch nog wel 1,5 uur gewerkt volgens mij. Maar nee, het is weekend. Dank je. Het wordt een hele hete dag wederom. Dus we hebben bedacht, nou, we hebben vanmorgen eventjes een beetje zo van, ja, wat gaan we nou doen? Eigenlijk moeten we boodschappen doen, maar dan moeten we eigenlijk naar die grote supermarkt. Die is best wel ver weg. Zullen we dan daar naar het strand? En er is ook nog met het idee gespeeld om vanavond uit te gaan in Zakynthos stad. En dan met de taxi terug te gaan. Ja, maar toen zagen we, ja, volgens mij hadden we allebei dat we dan op zich wel leuk om dat hier mee te maken, maar volgens mij zagen we ook allebei een beetje voor ons dat we dan daar in zo'n beetje zo'n half lege club staan met een beetje treurige muziek en allemaal dronken Britten. En misschien kunnen we het uitgaan wel bewaren voor als we weer in Nederland zijn. Conclusie, we gaan zo naar het strand. En we gaan even proberen een bedje te scoren. Maar ik weet niet, het is sinds deze week zo druk overal. En druk is dan natuurlijk heel relatief, maar veel drukker dan de eerste week in ieder geval. Dus het zou ineens kunnen dat dat strand waar het de laatste keer helemaal uitgestorven was, waar alle bedjes vrij waren, dat het daar nu ineens druk is, dat er allemaal mensen zijn. En anders vinden we ergens anders wel een plekje. Maar het zou fijn zijn om even een parasol te hebben, omdat het zo bloedheet is. Dan heb je tenminste een beetje schaduw. Ja, dat is eigenlijk het plan voor vandaag. Oh ja, de eigenaar van het huis was hier net nog even om de katten te voeren en het zwembad schoon te maken. En hij heeft ook nog best wel uitgebreid gezocht naar die ene kat die hij had meegenomen toen. Die een soort verlamd was geweest aan zijn benen en zijn achterpoten. En nu ineens heel snel wegrende. Maar hij heeft hem niet gevonden. Maar hij zei, he made his choice. Ik vind dat echt een bijzondere manier van omgaan met je dieren. Maar ik denk dat het de enige manier is om dat hier te doen. Ze zijn niet van jou, ze zijn van zichzelf. En waarschijnlijk is die kat toch gelukkiger als hij wat korter in deze mooie natuur kan leven in vrijheid dan langer in zijn badkamer, waar hij soort van zat opgesloten om aan te sterken. Ja, het blijft fascinerend. Ik ga mijn zwembroek aandoen en dan gaan we naar het strand. Echt zin om te zwemmen. Als het zo heet is, dan is die koude zee echt wel heel fijn. Dat is moeilijk te zien, maar volgens mij zit er sinds gisteren een zwaluwtje in het nest hier. Oh, vliegt hij weg. Iedere keer als ik hem wil laten zien, gaat hij er vandoor. Maar misschien dat we over een paar dagen wel een nestje piepende zwaluw hebben hier. Nou, we liggen bij Moby Dick. Het is wel echt veel drukker dan toen we de laatste keer waren. Toen was er namelijk ook niemand. Ja, ik ben hier toch nog nooit geweest. Nou, we liepen er langs toch toen? Oh ja, s'avonds. Ja. Ik dacht dat je bedoelde dat we hier vorig jaar ook lagen. Oh. Oh, moet jij niet eens lekker een Greek koffie nemen? Is het nou heel zoet of heel sterk? Oh, ze hebben English breakfast. Maar ik snap niet hoe jij dat lekker kan vinden als vegetariër. Het is toch heel veel vlees? Nee, niet per se. Oh nee? Je hebt toch echt, ik ben echt vooral daar voor de witte bonen in tomatensaus, de champignons, ei. Oh ja, ja, dus het is, we zitten bij Moby Dick, het is best wel druk. Ik denk dat er toch wel zo'n 150 mensen zijn, vind je niet? Ik vind dat moeilijk in te schatten, maar ik had zelf gezegd 80. 80, oké. Okay. Dus de 80 en 150 mensen. Misschien is het net relaxed genoeg om een beetje te kunnen ontspannen. Misschien ga ik weer de hele tijd mensen zitten kijken en dan moeten we iets anders zoeken.
Of ik kan ook mijn ogen dicht doen. Ik wou net zeggen. Kan je niet gewoon... Nee, ik vind dat echt moeilijk. Ik zie al zo'n hele groep Nederlandse gespierde, getatoeëerde... Hoe leef je eigenlijk dan in Nederland als er de hele tijd mensen zijn? En die probeer ik te vermijden. Huh? Maar je bent toch heel vaak op het homo-monument en zo? Ja, dan ben ik de hele tijd mensen aan het kijken. Dan ben ik niet om te ontspannen. Maar stel, je bent gewoon uit eten. Ben je dan continu naar mensen aan het kijken? Nou, in het restaurant heb ik het op een gegeven moment wel gezien. Ah. Hier is een nonstante stroom, nieuwe aanwas van halfnaakte mensen. Oh, is dat ook omdat ze naakt zijn? Ja. Nou, er lopen echt vooral mensen die totaal niet jouw doelgroep zijn. Ja, maar ook dat vind ik leuk om naar te kijken. Je zit toch wel eens op een terras naar mensen te kijken? Ja, maar alleen als ik het wil. Niet als ik denk, oh, ik wil eigenlijk ontspannen, maar dan moet ik al die mensen bekijken. Kijk, met een klein zwembroekje staat ook weer. Veel rotsen hier. Maar de zee is heel lekker warm. Het is alleen super ondiep. Ik ben nu toch al best wel ver de zee in. Waar is Bonnie nou? Oh, daar. Ik ben nog steeds maar... Nee, nog niet eens op mijn middel. Hier is het zelfs nog ondieper. Verder in zee en dan ben ik nog maar tot mijn knieën. Het ligt helemaal daarheen. En dat blauwe. Ziet er ook wel chill uit, zo'n vlot met een glijbaan. Oh, lekker zeg. Dat drijf ik weer. Zo, jongen. We hebben even lekker gezond. Ik heb ook even gezwommen. Bonnie gaat straks nog even zwemmen, denk ik. Oh ja? Het is wel leuk dat gisteren na onze wat minder leuke ervaring in de horeca, zijn ze hier allemaal zo aardig. Ik was zelfs een klein beetje op mijn hoede dat ik dacht, oh, gebeurt er iets, worden we afgezet? Of is... Toen bleek dat ze gewoon, nou, ze waren gewoon eigenlijk heel aardig en er was een vegetarisch gerecht op. Toen gingen ze de kok. De kok werd uit de keuken gehaald. Ze zei, ik mag niet een lekker vegan wrapje. Ga ik voor je maken. Ja, gaat gewoon speciaal. Of de, hoe noem je dat? Buiten de kaart. Om iets voor Bonnie te maken. Dus heel benieuwd. En ik krijg een milkshake. Bananenmilkshake. Mixed juice. Mixed juice, ja. De mixed juice was op, maar je mocht wel... Een mix tussen orange juice en pineapple. Ja. Leek wel lekker gezond. Ja, zeker. En ik ga een soort wrap met spicy vis. Spicy vis eten. Vis. Thank you. Zo, we hebben zo lekker gegeten. Misschien was mijn viswrap wel het lekkerste wat ik hier heb gegeten. En dat zei Bonnie eigenlijk ook over haar geïmproviseerde groentewrap. We kregen ook nog eens een hele fles ketchup en een fles mayo. Ook dat drinken was ook zo lekker. Oh, inderdaad. En Bonnie zegt dat drinken was ook zo lekker. De bananenmilkshake in jouw gemixte sap. Dat was een van de lekkerste dingen die ik deze hele trip heb gedronken. Een van de lekkerste dingen die ze de hele trip heeft gedronken. Ja, toch. Ja, echt verbazingwekkend goed voor zo'n strandtent. Nu liggen we hier weer eventjes lekker. Nou, we hebben nog even gezwommen trouwens. En nu liggen we even weer op te drogen en een beetje te burnen. Maar ik heb me echt super dik, gezondheid, super dik ingesmeerd. Dus hopelijk valt het mee. Een verrassingscocktail. Ja, een tzitzi. Tzitzi? Ja, TSI, TSI. Oh. Cheers, poes. Moet je zelf proeven. Oh. Kokos. Perzik. Oh, dat is een citadrietje. Ja, en iets... Voorlezen? En sapachtig. Wodka, Malibu,
orange juice, pineapple juice en grenadine. Oh ja, lekker. Ja, wel lekker. Ja. Nou, lekker gereden, Moppie. Thanks, Bob. Zo, even bijkomen van deze stranddag. Word je daar moe van, hè? Nou, hè. Hakt er echt in. Ja. Ik heb lekker al het strand afgewassen onder de buitendouche. Nu zaten we nog even van de laatste zon te genieten, maar die gaat as we speak onder achter de berg. Letterlijk. Zo, gelijk koud, hè? Oh, nou, dit vind ik lekker. Over 10 minuten heb je het koud, hè? Nou, doe ik misschien een shirt aan. Zo. Kan ook nog. Sick. Ja, lekker. Hakt er helemaal in. Die je burger. Ik val bijna in slaap. Oeh. We hebben nog een heel avondprogramma. Ja, we gingen 4 dingen kijken. We hebben er al 2 gehad. Bevallingsvideo's? Nee, we hebben 1 bevallingsvideo. Oké. Okay. Bram mocht kiezen, de bevallingsvideo van D of de bevallingsvideo van Lotte. Ja. Jij wilde het allebei eigenlijk niet. Ja, ik wist niet goed wat ik me bij moest voorstellen. Ik wist hoe grafisch het zou worden. Maar het was heel mooi gemaakt. Ja, we hebben die van Lotte gekeken. Ze vertelde het super boeiend. Ja, maar ik was ontroerd. Echt? Ik zat een paar traantjes gelaten hoor. Ja. Toen de baby er was? Ja. Oh my god, ik ook! Ja? Ja. Het was heel mooi gedaan dat het toen zo persen. Toen werd het zwart en dan hoor je zo die baby huilen. Ja. Oh, wat lief. Maar bij een paar woorden zoals ik ben niet ingeknipt en zo zag ik Bram heen. Was zo... Ja, maar goed, wel goed om te weten. Maar jij kon al bijna niet tegen het vruchtwater. Nee, inderdaad. Ja, maar jij zat ook wel af en toe een beetje van, oh mijn god. Nou, het was gewoon een hele heftige bevalling die zij heeft gehad. Ja. Ik dacht echt, jeetje mina. Toch maar een hond. Ja, Brandy. Ja. En we gingen jouw vlog kijken. Oh ja. En we moesten nog de laatste aflevering van Rotown kijken. En nog het einde van de Sting docu. Ja. Zien we even hoe ver we komen. Ja. Maar eerst jouw tegenvaller van de dag. Ja, mijn tegenvaller. Je hoort me niet als ik zo hier zit. Mijn tegenvaller is, we zijn wel vaker naar het strand geweest, maar vandaag zat alles onder het zand. Ja, inderdaad. Ik zette net die camera neer en ik hoorde het weer kraken. Overal. Ja. Het zit in elke hoek en gaten van je lichaam. Klopt. Het zit in de handdoeken, in onze kleren, in onze tas, in het huis. Ja. We hebben ineens zoveel zand mee naar huis genomen. Ja, het goede nieuws is dat ik wel net heb gezien waar de stofzuiger staat. Oh, waar dan? In mijn kamer. Oh, dus ga jij het doen? Ja, ik ga doen morgen wel even een rondje. Want iedere keer heb ik dan, net had ik mijn voeten helemaal afgespoeld onder de buitendouche. Liep ik naar binnen en toen zaten ze weer helemaal onder het zand. Ja, maar je moet dan daarna iets aan je voeten doen. Ja, dat vertik ik. Slippers. Oh ja, nou, daar ben ik op gelopen vandaag trouwens. Zo. Was mijn schoenen weer eens vergeten. Had jij ook een tegenvaller? Nou, wij gingen 3 weken op vakantie. Werkantie. Dus ik had behoorlijk wat zwembroeken meegenomen. Verschillende, want dat is leuk. zie je af en toe wat anders. En dan blijkt dat van 1 soort heb ik 3 verschillende kleuren. Donkerblauw, oranje en mintgroen. Lichtblauw? Oh, sorry. Donkerblauw, oranje en mintgroen. Jezus. Donkerblauw, oranje, mintgroen. Toen zag ik in de montage
dat van die oranje, als ik die aan heb, dan lijkt het alsof ik geen zwembroek aan heb. Klopt. Dus wij waren daar samen aan het zwemmen in het zwembad. En dan zie je zo'n beeld, dan lijkt het alsof ik zo naakt aan het zwemmen ben naast jou. Het ziet er niet uit. Ik had ook zo'n beeld een keer gemaakt, terwijl ik zat te werken in dat prieeltje, dat jij onder de buitendouche stond in die oranje zwembroek. En zei iemand van, is hij nou naakt? Ja, dus dat is al... Alsof als ik gewoon zit te werken, dat jij daar naakt onder die buitendouche. Dat zou het zijn. Tegenvaller 1. Je hebt trouwens wel naakt onder die buitendouche gezet. Klopt, ja. Klopt, ja, toen was jij gewoon binnen, toch? Ja. Ja. Tegenvaller 1, gewoon een slechte kleur voor een zwembroek, huidskleur. En tegenvaller 2 kwamen we vandaag achter in zee. Is die windgroene zwembroek, als die nat wordt, schijnt die helemaal door. Ik zag alles. Ik zag je op een gegeven moment zo... Ja, in het begin liep ik zo achter je, toen die broek nat. Toen zei ik van, oh mijn god, ik zie gewoon echt je billen doorheen. Ja. En daarna waren we op een gegeven moment gewoon zo aan het chillen en ineens keek ik zo naar, hoe kan dat nou? Ja, je zou toch denken, als je een zwembroek ontwerpt, is toch echt dat eerste wat je, waar je voor zorgt, is dat die niet doorschijnt als die nat wordt. Als er iets nat wordt, is het een zwembroek. Ja, dus ik vind dat wel echt een heel domme fout. Ja. Zeker in het koude water is het ook niet dat je denkt, ik laat eens even zien wat er allemaal hangt. Heb je ook nog een meevaller voor vandaag? Ja, mijn meevaller zou je kunnen interpreteren als een tegenvaller, maar ik vind het eigenlijk iets leuks. En dat is, er is een heel klein vleugje van verveling die toeslaat. Ik merk een soort van, ik zou het niet lamlendig noemen, ik zou het ook geen verveling noemen. Maar er komt een soort... Gewenning misschien? Misschien, maar ook inderdaad elke dag lijkt een beetje op hetzelfde. Ja. Nou, een beetje, nou, zullen we dan maar naar het strand? En dan niet dat we het kut vinden. Nee, maar ook niet meer zo helemaal zo van... Nee, ja. Maar ik denk dus dat het wel positief is. Want dat betekent dat als we over een week naar huis gaan, dat het ook wel eens mooi is geweest, denk ik. Ja. Dan is het, stel, we gaan helemaal in een haai naar huis en denken, oh nee, woonden we hier maar. Ja. En ik denk ook dat het ook betekent dat ik nu echt helemaal tot rust kom. Ja. Ik ben nu ook lekker aan het lezen en zo hard aan het chillen. Ja, dat is eigenlijk het punt wat we wilden bereiken, die verveling. Want dan komen vaak de leukste ideeën en plannen. Ja. En goh, wat zullen we nu eens doen? In plaats van dat je soort, oh, we zouden nog dat doen. Oh, en we moeten nog naar de supermarkt. Oh, ik moet mijn vlucht nog uploaden. Oh, ik moet dit, ik moet dat. Oh, ik moet die samenwerking doen. Nee, het is gewoon, welk boek zal ik vandaag lezen? Ja. Welke doorschijnende zwembroek doet Bram vandaag aan? Wat ga je morgen echt aan doen? Ik ga dan toch maar die blauw-witte proberen, maar het zal wel dezelfde lakende pak zijn. Nou, ik heb ook nog een meevaller, als je die misschien nog wil weten. Nee. Eigenlijk, in het geheel genomen, het eten vandaag, waar we hebben gegeten, volgens mij heb ik dat al verteld, het was gewoon heel lekker. En de mensen waren heel vriendelijk en ze gingen speciaal voor jou iets maken. Maar dan toch voornamelijk dat we een hele fles ketchup en een hele fles mayonaise kregen. En die mayonaise was ook nog eens die, ik ben even de naam vergeten, maar die hele lekkere uit België. Die DL of zoiets. DHL. Oh ja. Wat fijn, schat. Zo, dan kun je gewoon lekker... Want iedere keer krijg je zo'n klote zakje erbij. En dan, nou, dat is na 2 frietjes ben ik er doorheen. Sorry, ik ben een beetje moe. Anders was ik enthousiast. Oké, okay. Nou, we gaan, ik weet niet of we nog iets gaan kijken, maar we gaan wel proberen. Jawel, 10, toch? Oké, okay. Tot morgen, kijk maar even. Doei! Rusten, poesje. Wat rusten, snoes. Nee. Wel cute, hè? Ja. 'Oh mijn god, ik ging letterlijk kijken of je jezelf aan het filmen was, omdat je koffie aan het slurpen bent. Oh. Je doet het echt alleen als je filmt. Ja? Valt echt op. Ja, misschien wel, ja.